Hallo, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Mijn Vuurweek en je ziet gelijk een doelpunt. Dit is de EA Shield en Real Madrid komt nu op voorsprong. Ik speel met Juventus dus tegen Real Madrid. Hier een volgende schot en maar die komt op de keeper. Volgens zelfs ook nog een bal op de paal. Dan ben ik aan de beurt en schiet hem hard, maar de keeper weet hem nog te keren. De tweede helft dan. Hier, maar schot net naast de paal. Dan komt hier Guardado. Guardado op snelheid en schiet raken terug in de wedstrijd 1-1. Dan hier. De bal op de paal, wil de verdediger wegwerken, maar hij schiet hem heel ongelukkig tegen de keeper, waardoor Real Madrid deze wedstrijd wint. Maar geen nood, we proberen het gewoon nog een keer opnieuw tegen Real Madrid en nu schiet Dybala een vroege goal erin, 1-0. Dan komt Real Madrid opzetten en doet snel weer wat terug, want hier is het alweer 1-1. Een corner, dan Kobbel, maar Navas redt hem keurig. Dan zijn we hier aangekomen in de tweede helft, hier is Dybala weer opnieuw en... scoort opnieuw de voorsprong. 2-1. Slecht weggewerkt. Daar komt Dybala. Maar weet er geen hat-trick van te maken. Nieuw voorzet. Cristiano Ronaldo. Maar schiet net mis. Dan hier. De kans. En de goal. 3-1. En in de slotminuten. Dit schot. Maar die gaat er niet in. De voorsprong blijft. Hier is Barcelona. Ik speel nu met Chelsea tegen Barcelona. En hier kom ik met Hazard. Legt hem op Fabregas. En die schiet binnen, keurig. Vrije trap hier van Hazard, maar de keeper keert hem goed. Dan hier is Messi met de vrije trap, maar die schiet hem over. Hier de volley van Messi, die was te hoog. En dan krijgt hij hier nog een kans. Wederom een volley, maar die gaat er wel in 1-1. Hier is Hazard. Hazard legt hem voor en die gaat erin via een eigen speler. Een eigen doelpunt dus. Hier, Morata schiet hem keurig in de rechterbovenhoek. De volgende wedstrijd. En daar is het gelijk raak. Ik speel weer tegen Barcelona. En hier een gele kaart. Omdat ik een penalty krijg. En dan kijk ik deze beelden en denk je. Hoezo is dit geel? Dit moet gewoon direct rood zijn. Vanachter. Het belangrijkste is dat Hazard de bal wel binnen schiet. Dan hier een overtreding van mij. Dan denk je. Dat zou ook wel geel zijn. Nee, maar dat is wel direct rood. En dan vraag je toch af. Hoezo is dit wel rood? En was dat overtreding hiervoor? Dat niet. Ik herhaal hem hier nog een keertje. Dit is geel dus. Helaas. Ik ben het er mee eens. Hier een schot van Suarez op de paal. Deze wedstrijd gaat heel gelijk op. Hier komt een Zarna vervolgens. En die schijnt dan de voorsprong binnen. Heel belangrijk in de verlenging. En hier komt dan de penalty. En een rode kaart. Nu wel. En eigenlijk, moet ik heel eerlijk zijn, vond ik deze kaart nog wel het minst. Duidelijk, dit had ook wel geel kunnen zijn. Het is ook nooit goed bij mij. Hier, een bal en die gaat erin. Dan gaan we nu naar de finale en daar zie je het al. De stand is 2-0, wordt nu zelfs 3-0. Het wordt echt een heel doelpuntrijke wedstrijd. Zoveel doelpunten dat ik niet alles in herhaling kan stoppen. Ik speel nu met PSG en hier is Neymar. En Neymar scoort ook een keer de eretreffer. Dan de voorzet en dat is alweer 5-1. Ik heb ondertussen 2-5 gemaakt. En dan is het hier het volgende doelpunt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk net zoveel kansen kreeg als hij. Zoals je hier kan zien, ik kreeg er zelfs meer. Alleen hij was zo productief en scoorde zoals alles. En ik deed dat niet. Helaas. Ik heb de finale gehaald, maar daar bleef het bij. In ieder geval nu, bedankt voor het kijken.